We gaan beginnen aan de verlenging. Knap rondgetikt. En de Duitsers mogen het nu gaan proberen vanuit die voordeelsituatie. Frei, goed gedaan. Mooi schot. Duitsland baant zich weg naar het doel en hij hangt. Prima goal, goed gedaan. Geweldige redding van de keeper, het eerste schot. Maar de aanvaller hoeft de bal er daarna maar in te tikken. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Eindelijk scoren ze dan dat belangrijke doelpunt. Ja, eindelijk inderdaad. Maar we zien een leuke wedstrijd, Evert. En dan is het ook fijn dat er dan een doelpunt valt. Sanchez. Wie weet levert dit een kans op. De keeper raakt de bal op. Wat doet die keeper nou? Lars Tindal. Wat een snelheid. De bal rolt ongehinderd door. De scheidsrechter laat doorspelen. Bozenjour. Matthias Ginter. Reus. De scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. Oh, dit kan een kans worden. Gutierrez. Sanchez. En dat was de kans om de score gelijk te trekken. En wat voor kans. Leroy Sané. Matthias Ginter. Wagner. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Vidal. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog? En het schot. Heel goed gedaan van die doelman. Gaat dit hem worden? Komt dat schot? Een super redding hoor van de keeper. We krijgen weer een corner. De extra tijd bedraagt maar 2 minuten. Houdt hij het hoofd koel? Die ging hard. De keeper heeft hem. De doelman is vandaag nog steeds niet gepasseerd. En we beginnen aan de tweede helft van de verlenging.
15 minuten nog te gaan. Gaan we een beslissing krijgen? En weer komt die bal keurig aan. Hij speelt een prima wedstrijd. De scheidsrechter lost het op en de vrije trap voor Duitsland. De bal gaat richting de vleugel. De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. Sanchez. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Dat moet een gelijkmaker zijn. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Matthias Ginter. Nog maar 10 minuten te gaan en de thuisploeg krijgt hier de kans om iets aan de stand te doen. De spanning is te snijden, Evert, op de tribunes. Goeie tackle en opnieuw balbezit dus. Pablo Hernandez. Nog maar 8 minuten op de klok in de tweede helft van deze verlenging. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Voorzet. Vrije trap vanaf een voor hem gunstige positie. Goed opgesteld door de verdediger. De tijd tikt door. Nog 5 minuten op de klok in deze tweede helft van de verlenging. Mogelijk een goede kans hier. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Nou, we hebben nog maar een paar minuten te gaan. En het kan nog alle kanten op. Pablo Hernandez. Die speler schudt de verdedigers af en hij slaagt er bijna in om een schitterende actie af te ronden. Zonder dat hij er niet in gaat. Ja, de verdedigers worden er trouwens helemaal tureluurs van. Kan hij nog wat met de bal? Hij lijkt rijp voor een wissel. En mogelijkheden nu voor Duitsland. 3 minuten blessuretijd geeft de vierde official aan. Goed verdedigd. Een dubieuze tackle, maar de scheidsrechter geeft voordeel. Dit kan dé kans worden om... Moet je dat zien? Wat een vaart. Oh, de keeper houdt hem. Hij heeft hem zelfs klem. Het duel is afgelopen.
Er stond vandaag een goede, degelijke ploeg op het veld. De trainer kan daar tevreden over zijn. En ook over het resultaat van deze vriendschappelijke wedstrijd. Toch zal die niet uitgesloten zijn aan de opstelling, denk ik. Het kan altijd beter.